Sinds gisteren zijn er veel berichten over de ambassade van Suriname in Jeruzalem. Meneer de voorzitter, onze minister van Bibes, de heer Ramdin is in Israël. Daar zou hij hebben gezegd, Suriname is van plan om een ambassade te openen in Jeruzalem. De nationale en internationale media hebben met verbazing hierop gereageerd. Ook mijn mobiel staat op springen. Vele burgers appen en bellen om te vragen hierover. De moslimgemeenschap in het bijzonder is in shock. Ik ga uw DNA niet terugbrengen naar de geschiedenis. U weet dat Jeruzalem heel gevoelig ligt. Op dit moment hebben slechts 4 landen een ambassade in Jeruzalem, te weten VS, Guatemala, Honduras en Kosovo. Kijkt u, meneer de voorzitter, in welke rij Suriname zich aansluit. Guatemala, Honduras en Kosovo. Is dit wat we willen? De rest van de landen in de wereld hebben een ambassade in Tel Aviv. En van daaruit doen alle landen zaken met Israël. Meneer de voorzitter, enkele korte vragen aan de minister, aan de regering. Is het waar dat Suriname van plan is om een ambassade te openen in Jeruzalem? Is de minister misschien verkeerd begrepen, taalbarrière? Is het een besluit van de minister of van de totale regering? Is het misschien hoog tijd om een goede evaluatie te maken van alle ambassadeposten, gezien de financieel-economische situatie? Meneer de voorzitter, ik vraag zo spoedig mogelijk antwoord van de regering. Goed. En eigenlijk afhankelijk van de antwoord zal mijn besluit zijn of ik nog deel zal maken van deze fractie of een andere fractie. Nee. Voor mij, Birgit Mohab Ali is een ambassade van Suriname in Jeruzalem onkan. Dank u wel, voorzitter. Goed. Mike Rus. Inderdaad, is uit de moslimgemeenschap in ons land boosheid en onrust ontstaan met betrekking tot het voornemen van de regering om in Jeruzalem een ambassade te vestigen. Gaan we vernemen van de regering welke geopolitieke overwegingen bij dit besluit een rol hebben gespeeld. Zijn we vergeten dat wij in de jaren 90 en de vorige eeuw zijn toegetreden tot OIC en we zijn lid daarvan en wij weten voor uw oriëntatie 71% van de landen bij de VN hebben wat dit betreft een andere opvatting dan wat Suriname thans voornemens is te gaan doen. En wanneer je een ambassade gaat openen in Jeruzalem, dan moet men toch wel duidelijk aangeven waarom dat besluit genomen is. Omdat dat enorme consequenties gaat hebben voor ons land. Wij roepen de regering op nogmaals om niet ondoordacht dit soort besluiten te nemen, maar goed over na te denken. En in ieder geval vanuit het parlement roep ik al de collega's op om natuurlijk hun bijdrage te leveren dat Suriname niet op het verkeerde spoor terechtkomt wat betreft ons buitenlands beleid. We weten hoe gevoelig het is om een ambassade te openen in Jeruzalem. Ik wil duidelijk verwoorden voor de regering dat we dat niet willen. Want we weten wat de consequenties kunnen zijn voor het land. Ja? Er moet geen ambassade komen in Jeruzalem. Ja, we gaan ons niet in die positie plaatsen. En dat is een duidelijke opdracht vanuit de Nationale Assemblée aan de regering. Nee, leden, wat gebeurt er? Dat doen we toch niet? Deze regering heeft goedgekeurd een niet-residerend ambassadeur van Israël. En we hebben goedgekeurd dat die ambassadeur post gaat vatten in Jeruzalem. Dat is niet goedgekeurd. En we hebben alle respect voor alle religieuze organisaties. Deze regering gaat niet voorbij aan gevoelens van organisaties. En dat hebben we ook gehoord gisteren. Ik was bij de president. Ja, en dan heb ik gezegd, we wachten totdat de minister terugkomt. Maar in ieder geval, er is geen enkele twijfel dat er een post gevat zal worden in Jeruzalem. Dus ik wil jullie daar geruststellen.